Kijk nu eigenschap 1.1 en die zegt dat eigenlijk als we een deelverzameling nemen van een vectorruimte, met die deelverzameling niet de lege verzameling, dat dan de span van die deelverzameling automatisch een deelruimte is van die vectorruimte, met dan die gepaste bewerking in het ruimte. Maar er is daar eigenlijk nog een extra eigenschap die dat we op de span kunnen leggen, die eigenlijk ja, de span geeft. En dat is het leven. De span van die deelverzameling gaat ook de kleinste deelruimte van die vectorruimte V zijn die S omvat. En wat we bedoelen met dat die S omvat is, dat S er volledig in zit. Dus dat alle elementen van S ook in de span gaan zitten. Je kunt dat ook in symbolen noteren. Dus als we een deelruimte hebben van een vectorruimte V en we noemen die W. En we nemen dan S als een deelverzameling van die deelruimte W. Dan geldt er dat de span van S automatisch een deelruimte is van W. Als we dat nog anders noteren, dan wil dat dus eigenlijk zeggen dat voor alle deelruimte van een vectorruimte V en voor alle deelverzamelingen S van die deelruimte W, dat dan S een deelverzameling is van de span van S en dat de span van S een deelruimte is van die verzameling W of die deelruimte W en dat die deelruimte W dan weer een deelruimte is van die vectorruimte V. Met dan natuurlijk in het achterhoofd dat we daar die bewerkingen op moeten leggen omdat anders geen vectorruimte kan. En dat is eigenlijk ook wat dat hier in dat tekeningetje staat. Hè. Dus we hebben hier een grote verzameling V. En als we daar een bewerking op leggen, dan is dat een vectorruimte. En dan gaan we daar een deelruimte van nemen. Dus een deelverzameling V van V met dan die bewerkingen op V. En we kijken nog een deelverzameling van die W. En we noemen die S. En als we de span van S nemen, hè, dan gaat sowieso S in die span zitten. En dan zijn er natuurlijk al die lineaire combinaties die we daar aan moeten toevoegen om van die S de span van S te maken. Dus dat de span van S al die lineaire combinaties van vectoren in S bevat. Die zitten dan hè, daar rond. En dat geldt dus volgens die eigenschap, dat die deelverzameling of deelruimte van W, dat die nooit kleiner kan zijn dan de span van S. Dus als we bijvoorbeeld W als dit zouden genomen hebben, dat kan eigenlijk niet als de span eigenlijk deze verzameling is, omdat W dan beweegt minder elementen bevat dan de span van S. Met de span van S, als we de span nemen, voegt daar net genoeg elementen toe, niet meer of niet minder, om van S een vectorruimte te maken. Dus als we de span nemen, zijn het aantal elementen eigenlijk net genoeg, zodat daar een vectorruimte is. Dus we kunnen W als deelruimte van V beschouwen, maar die gaat dan als die S in die W ligt, gaat nooit kleiner kunnen worden dan de span van S. En dat is wat die eigenschap eigenlijk zegt. De kleinste deelruimte die S omvat. Dus als we W kleiner en kleiner maken, dan kan het nooit tot binnen in die span komen. Het gaat altijd groter moeten zijn dan de span is. Het gaat altijd meer elementen bevatten, tenzij dat het gelijk wordt aan de span van S. En dan gaan we die eigenschap nu bewijzen. Om puntje I te bewijzen, is onze strategie eigenlijk dat we op stelling 1.2 gaan toepassen. En voor stelling 1.2 hebben we eigenlijk twee dingen nodig. Die stelling die gebruiken we om te bewijzen dat iets een deelruimte is.
En dat is een deelruimte als we hebben dat de verzameling die we beschouwen een deelverzameling is van een vectorruimte. En als alle lineaire combinaties van vectoren in die verzameling ook in die verzameling zitten. Dus we beginnen met die eerste voorwaarde. Dus we gaan bewijzen dat de spanning van S ook echt een deelverzameling is van V. We beginnen met te stellen dat we een verzameling S nemen die een deelverzameling is van de vectorruimte V. Zoals we daar eigenlijk zijn begonnen. En daarbij natuurlijk, die S niet in de geen lege verzameling. En daaruit volgt dat de spanning van S een deelverzameling is van V. Nu, waarom is dat nu juist? Want dus, de spanning van S die bevat alle lineaire combinaties van vectoren in de verzameling S. Een vector in S die zit ook in V. Want S is een deelverzameling van V, dat hebben we daar gesteld. En als we dan lineaire combinaties van die vectoren in S gaan nemen, dan gaan die ook in V zitten. Net omdat die vectoren waarmee we die lineaire combinatie nemen, omdat die ook in V zitten. En we weten voor elementen van V, dus vectoren in V, dat die als lineaire combinatie ook in V moeten zitten, omdat V net een vectorruimte is. En een vectorruimte bevat net alle lineaire combinaties van vectoren. En daaruit volgt dan dat de spanning van S sowieso ook een deelverzameling is van V, omdat alle elementen van de spanning van S ook in V gaan zitten. En dat wil dus zeggen dat we die stelling in twee kunnen gaan toepassen, want we hadden daar eigenlijk al een soort van voorwaarde gesteld dat we werken met een deelverzameling van een vectorruimte. En het vervolg van die stelling was dat een deelruimte gaat zijn als alle lineaire combinaties ook in die verzameling zitten. Maar we weten dat er per definitie eigenlijk al geldt dat zo is. De spanning wordt gedefinieerd als net een verzameling waarin dat alle lineaire combinaties van die vectoren in de verzameling waar we de spanning aan nemen, dat die in de spanning van S gaan zitten. Dus we hebben eigenlijk al die voorwaarden. Dus dat als we die willekeurige getallen nemen in een veldkade, die willekeurige vectoren in de spanning van S, dat dan elke lineaire combinatie ook in de spanning van S gaat zitten. En dat wil dus dan direct al zeggen, met behulp van die stelling in die 2, dat de spanning van S effectief ook een deelruimte is van P. Met dan die twee bewerkingen die we hier hebben gebruikt om die lineaire combinaties te maken. En wij zijn een puntje II. Daarbij stellen we gewoon wat we daar eigenlijk hebben gezegd. We nemen een deelverzameling van W met W een deelruimte van de vectorruimte V. Dan gaan we weer eigenlijk die logica toepassen van wat het nu juist betekent om een deelruimte van iets te zijn, om een deelruimte van een vectorruimte te zijn, want die W is een deelruimte van V, dus dat is op zich ook een vectorruimte. En wat willen we dus uitkomen? Dat de spanning van S, dat een deelverzameling is van W, en dat de spanning van S alle lineaire combinaties van elementen in de spanning van S bevat. En de laatste, dat is natuurlijk heel gemakkelijk, want dat is gewoon per definitie van de spanning al voldaan. Dus nu gaan we nog op zoek naar of dat de spanning van S al degelijk een deel van de verzameling is van die verzameling W. En daarvoor nemen we een willekeurig element in de spanning van S en gaan we aantonen dat voor een willekeurig element in die spanning dat willekeurig element ook in die verzameling W gaat zitten. Want dan gaat er eigenlijk gelden dat al die elementen in de spanning van S in W zitten, net omdat we dat element willekeurig hebben gekozen. Dus
We beginnen met een willekeurig element V in de span van S. En omdat V in de span van S zit, kunnen we dus V schrijven als een lineaire combinatie van elementen in de verzameling S. Dat is de definitie van de span. En die bevat alle lineaire combinaties van vectoren in S. Daaruit volgt dat V en ook een lineaire combinatie van vectoren is in W. Net omdat S een deelverzameling is van W, dus alle elementen van S zitten ook in W. Nu, die W, dat is een deelruimte, wat dus betekent dat er ja, ook een vectorruimte is. Maar voor een vectorruimte of deelruimte geldt er dat alle lineaire combinaties ook in die verzameling zelf zitten. En die V, dat is nu net een lineaire combinatie van vectoren in W. Dus dat kan ook niet anders, volgens stelling 1 en 2, dat die V ook in W zit. En nu hebben we eigenlijk aangetoond wat we wilden hebben. We hebben aangetoond dat voor een V in de span van S, dat die V ook in W zit. En dan brengen we dat uit naar wat dat voor elke V gaat gelden, omdat V willekeurig was. Dus voor elke V in de span van S hebben we nu dat V een element is van W. En dat betekent dan, eigenlijk per definitie, dat de span van S een deelverzameling is van W. En daar volgt dan direct uit dat de span van S ook een deelruimte is van W, met dan de juiste bewerkingen daarop gedefinieerd. Net omdat de definitie van de span eigenlijk zegt dat de span alle lineaire combinaties bevat. Dus, stelling 1 en 2 zegt dan, het is een deelverzameling van W, bevat alle lineaire combinaties van vectoren in de span van S, dus is de span van S een deelruimte.